was vergeten de camera weer aan te zetten. Ik heb opgemeten, dit was 11,2 mm. Ik heb dus nu die strook afgezaagd van die breedte, waar dit gewoon mooi op past. En ik ga nu stroken zagen die hier aan de rechterkant helemaal langs gaan komen. En ik heb besloten om die 4,5 cm breedte hoog te gaan zagen. Dus dat ga ik nu even doen. Wat is de bedoeling van? Nou, de bedoeling is dat deze hier komt en dat deze daar komt, zodat, ik kan het goed zien zo. Ik denk het wel, hè? Ja. Zodat de frees er op deze manier doorheen kan. En wat ik in ieder geval ga doen, ik ga het voorboren, ik ga het verlijmen. En dan ga ik het schroeven. Ik ga ze zo op elkaar zetten. Dus. Zo. Gewoon die gaatjes die ik tegenkom, want ik zie dat het is natuurlijk niet de allerbeste soort. Ja, het was mooier als je bergenplei had. Ja. Dat is een stuk duurder en dit, je zult het haast niet geloven, maar zelf dit stuk heb ik ook weer gevonden. Zo, nou die latten weer opklimmen. Een handje met schroeven gepakt. Heb jij dan toevallig ook heel vaak dat je precies de juiste hoeveelheid pakt? Dat overkomt me ontzettend vaak. Zo. Even het overtollige lijm er even af. Even de schuurmachine in de balans. Nou, de pak is nu in zoverre klaar. Ik ga hem nog wel even in de polyurethaanlak zetten. Omdat het natuurlijk een stukje gereedschap is. En ik zag dit stukje. Daar zit nog die gleuf in. Alhoewel, nee, laat maar niet uit. Dus, ik ga hem nog wel even in de polyurethaanlak zetten. En dat doe ik ook met name omdat dan uiteindelijk wordt die oppervlakte van glad. Nou, even een schuurpapiertje erin gehaald. Ik toch dat wat lijmresten waren. Kijk, en dan loopt hij er gewoon heel mooi door. Je kunt hem gewoon zo heen en weer trekken. Oké, wat is dit? Ja, ik natuurlijk weer. Ik heb hem keurig netjes twee keer in de polyurethaanlak gezet. Maar wat ben ik helemaal vergeten? Er moet natuurlijk een sleuf in. Dus, maar goed, dat geeft ook niet. Dat die gleuf moet. En dan teken ik aan de binnenkant van dat ding. Dus daar zet ik even een streep. Daar zet ik even een streep. Dat heeft dus te maken met de opening. En dat doe ik ook aan deze kant. Totale werkbare breedte zometeen van
Nou, 1 meter 12. 1 meter 11, 1 meter 12. Ja. Ga ik deze lijn ga ik verbinden. Die twee gaten ga ik verbinden. Zo. Dat doe ik ook met deze. Deze lijn. Dan trek ik deze nog even door. En die trek ik ook nog even. Ah, nu is hij eruit. Dat moet even weer geschuurd worden. Dat je zag dat hij er mooi glad doorheen gaat. Smeer ik hem vol met bijwas. Kijk, ik heb deze was. We moeten er één hebben. Dat zijn even wat strips. Die ga ik even zoeken. Want die moet ik ook natuurlijk nog hebben. Maar ik ga even op zoek naar materiaal. Dan ga ik nu voor jullie even demonstreren. Dus dat laat ik je nou even zien. De bedoeling van deze, met deze plank, dat die gelijk komt. Ja, ik heb hem gewoon gelijk met het dekblad. Ik heb hier een plank die iets lager ligt en ik heb nu de diepte van de router ingesteld op dat dit daar gelijk mee loopt. Niet helemaal naar mijn zin. Ik heb deze plank de dikte van een duimstok hoger gelegd, zodat ik die wel moet overheen gaan. Dat ging net niet goed. Dus ik ga het nu even proberen. Nou, ik ben hier dus begonnen. En je kunt zien dat dit het begin was. En als je kijkt hoe het verder gaat, dan is het toch veel vlakker geworden. Dus dat is toch eventjes een kwestie hier van oefenen natuurlijk. Dus ik ga er een keer overheen en dan zien we het zo weer. Nou, ik heb even wat modificaties gedaan, want ik heb even deze stukjes erop gezet en ik heb een stopper erop gezet, want dan
Ja, dat had ik nog nergens gezien, maar dat heb ik nu wel even gedaan. Want kijk, als ik nu... dan komt hij precies tot aan de rand, want anders vrees ik deze rand natuurlijk ook mee. En dan zakt hij steeds verder weg. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus, nou, ik ben best wel tevreden hoe het gaat. Dus ik ga het laatste stukje nog even doen. Ik laat je het nog even zien. Nou, ik ben nog niet helemaal tevreden. Van het hier natuurlijk in het begin heel veel mis is gegaan. Dus wat ik nog even ga doen, ik ga deze plank iets lager zetten. Want dan kom ik iets verder met de frees. Ja, zo merk ik heel vaak dat als je dingen ziet van YouTube-collega's, dat het allemaal heel eenvoudig lijkt. Maar als je op een paaltje komt en je wil het zelf gaan doen, dan lijkt het net of je het hele wiel opnieuw moet gaan uitvoeren. Dan geeft het natuurlijk niet. En als je niks probeert, dan krijg je niks voor elkaar. En als je het even fouten kun je leren, dus iedere keer dan kom je weer een stap verder. En dit is het eerste project op deze manier. En er komt vanzelf een tweede project. En dan heb ik weer geleerd van dat wat er in het eerste project fout is gegaan. En daarom is het goed dat je nu naar mij kijkt. Want dan zie je wat er bij mij fout gaat. Dan hoef jij die fouten niet meer te maken. Die slede op zich, daar ben ik wel heel enthousiast over. Want dat werkt prima. Ja. Hij glijdt er mooi makkelijk doorheen. Wat ik al zeg, die hulpstukjes vind ik wel blij mee. Die stopper ben ik blij mee. Nou, dan gaat hij er weer in. Dan gaan we hem even afstellen. Hey. Nou. Ik zal even goed laten zien wat er nu nog fout gaat. Kijk. Kijk, je ziet hier nog allemaal oneffenheden. Hier ook allemaal nog. Hier gaat het al vrij goed. Maar je ziet dat hij hier ook nog even afgehaald. Dit was het laatste gedeelte wat ik nu twee keer al goed heb gedaan. Die heb ik één keer niet goed gedaan, één keer wel goed gedaan. Maar goed, we gaan het nu nog een keer proberen. Want wat ik... Je moet natuurlijk nog wel even met de schuur overheen. De schuurmachine overheen. Want... Nou, ik ben niet. Zeker niet ontevreden. Maar dan gaan we even kijken, natuurlijk. Wat wel nu op is gevallen. Terwijl als je van die modificatie die ik dus nu op die slee heb gemaakt. Kijk. Deze plank is nu helemaal mooi recht gebleven. En deze kant, dat kun je wel zien, daar kwam ik dus met de frees in. En het probleem daarbij is natuurlijk, dat je dat doet, dat je dan, ja, dan valt deze kant nog wel een beetje mee. Die had ik al zeggen, dan zakt eigenlijk die slee ook weer verder naar beneden, waardoor ik denk dat het blad helemaal niet horizontaal wordt. Ik ben niet ontevreden. Nee. Er zit een kleine
Het loopt hier in deze hoek. In deze hoek loopt hij een klein beetje af. En ja, hij is hier ongeveer een millimeter holler. Dan moet ik wel zeggen, ik zaag de deze randen er nog allemaal even vanaf dat gemoerd platform. En dan moeten we maar eens even zien hoe dit dan uiteindelijk is geworden. Kijk, bij deze kun je wel zien dat ik daar veel vaker in ben geweest. Nou, dit is hem dus. De vreesleden die ik gemaakt heb. Die heb ik ermee eens zien werken. En, maar deze klosjes die moet ik op een andere manier gaan doen. Want dat zit niet helemaal stevig. Ik ben zelfs onderweg wel eentje verloren. Ja, ik kwam er ook pas achter toen ik ermee bezig was natuurlijk. Ik hoop dat je een beetje een leuke video vond. Vond je het leuk? Geef even een duimpje. Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kan dat natuurlijk altijd hieronder. Nog niet geabonneerd, zou ik het leuk vinden als je het nog even doet. Vergeet ook niet op het belletje te drukken, want dan krijg je meteen weer een berichtje wanneer er weer een nieuwe video is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.